Oké, daar zijn we weer. Met de nieuwe met de nieuwe lessen, zeker met antieke look. Ik heb beloofd dat ik die erop zou zetten, dus ik ben wel een beetje laat. We zijn vandaag zaterdag, maar gisteren wat lang gewerkt. Oké, we gaan natuurlijk, u ziet al, ik heb hier Photoshop geopend. Ik heb nu even een tijdje met Flash gewerkt, maar moeten we weer even aanpassen. Goed, oh, die ziekenhaard, hoe romantische, blablabla, een beetje, dus ik lees gewoon vanaf de tekst, dus open basiskaart, dus ik ga naar mijn, ik moet oppassen, ik draai met mijn hoofd, ik ga naar mijn bestand, en dan ga ik openen, ik ga naar deze computer, ik ga naar mijn verwijderaar, oh nee, ja, naar mijn scheef, ha, ik ga naar raster 4, vernieuwd raster 4, antieke zeekaart, oké, en dan gaan we openen, basiskaart, voilà. En ooit papier, dus ik druk ctrl in en ooit papier en dan duw ik op openen. We moeten het ooit papier verplaatsen naar basiskaart. Dus ik ga eerst mijn vensters apart staan, verplaatsingssymbool, en ik schuif mijn oude kaart naar de kaart. Dus ik ga die onderaan hier in de laag, ga ik die onderaan de lage palet zetten. Voilà. Dus ik ga deze laag de naam ooit papier geven. Ooit papier. Het is vrij belangrijk dat je alles goed een naam geeft. Zet de overvloeimodus van de laag bolomtrek. Die staat. Bolomtrek, die staat hier, die moet je op vermenigvuldigen zetten. Wordt heel veel gebruikt vermenigvuldigen. En de dekking gaan we op 90 zetten. 90. Oké. Zo. En dan gaan we op opvullingsland klikken. En zetten de overvloeimodus op vermenigvuldigen natuurlijk. Goed. En een dekking op 70. Dus die zetten we op 70. Je ziet al veranderingen gebeuren. En dan opvulling Z. Op vermenigvuldigen zetten. En op 70. Voilà. Nu gaan we een onscherp kanaal maken. En dan goed. Ctrl in en klik op laag opvulling land. Dus op de laag, ja. Moet je op de laag? Oké, we gaan dus op de laag staan. Opvulling land. Oh nee, ik sta op opvulling C. Moet op opvulling land. Opvulling land. Hier zo, voilà. Klik op selecteren. Bewerken. Ja, zie je, dat gaat dus niet. Hè? Dus het is de bedoeling voor hier op dat kleine icoontje te klikken. Hè? Sorry, zie je, dat is als ik rechtstreeks lees. Ctrl op het miniatuurtje en heb je een selectie. En dan doe je selectie. Bewerken. Vergroten was dat, denk ik. Ja, vergroten. Dan krijg je dit te zien. Selectie vergroten. We vergroten die. Met 5 pixels. Klikken op key. Wat doet hij nu? De selectie wordt groter. Dus we gaan op kanalen staan. En we gaan een nieuw kanaal maken. Nieuw kanaal. Dus goed. Alpha kanaal, mag dat alpha kanaal heten? Oké, ja, dat is goed. En dan klik je op oké. Goed, zie je. Dus alles moet uit zijn hier, dan moet je in de gaten houden. Alleen je alpha kanaal moet aan zijn. Dan gaan we filter. Nee. Zo. Dan zijn we weer met, ik had beloofd dat ik die les zo updaten op YouTube, dus de les CK met antieke look. Dus een les van 5 pagina's, denk ik.
Ja, 5 pagina's zoiets. Dus het is wel even wat werk. Maar ik zal er snel doorheen gaan. Jullie kunnen nog altijd terugspoelen, hè. Dus we gaan met startzeekaart met antieke look. Open basiskaart. Bestand. Open. En we gaan basiskaart. En ooit papier open. We gaan controle inhouden en op ooit papier staan. En dan op openen. Dus we gaan ooit papier. Ik ga eerst even, dat is CS4, ja, ik ga eerst even mijn ruiten opsplitsbaar maken. Mijn verslepingssymbool, ik sleep mijn kaart. Hup. Ik sleep mijn kaart, mijn oude kaart. En ik centreer die een beetje, dat die volledig alles overlapt. Moet wel op lagen staan, jullie staan ook op lagen. Dus die staat nu bovenaan, die slepen helemaal naar beneden. Een onderbolomtrek. Voilà. En we gaan deze laag ooit papier noemen. Ooit papier. Voilà. Die heet ooit papier. Goed. Ik was even naar mijn tijden kijken, want ik moet onder de 15 blijven. Dus we gaan de overvloeimodus van de laag bolomtrek. Dus hier, bolomtrek. Op vermenigvuldigen zetten. En een dekking van 90%. Op 90% gaan we die zetten. Zo. Dan. We gaan op opvulling land staan. Goed. Ook op vermenigvuldigen zetten. Vermenigvuldigen. En de dekking op 70% maar. 72-70. En dan hetzelfde voor opvulling zie. Even kijken. Opvulling zie. Dan gaan we op vermenigvuldigen zetten. En ook 70%. Ja, zo ongeveer. Voilà. Zo. Goed. Nu gaan we op opvulling land staan, maar op het icoontje. Dus, zie je op dat kleine icoontje hier. En dan gaan we control indrukken. Zo, en dan zie je een selectie. Dus we gaan selecteren, na selecteren, bewerken en vergroten. Bewerken, vergroten. Hier ga je 5 pixels opzetten, zie je 5 pixels, klikken oké. Dus dat vergroot die selectie. Dus we gaan op kanalen staan. En dan gaan we een nieuw kanaal van deze selectie maken. Dus we gaan hier rechts en dan een nieuw kanaal maken. Oké, nieuw kanaal gemaakt, dus we staan op het alpha kanaal. Dan gaan we naar filter, dus enkel alpha kanaal mag actief staan. Hè. Dus we gaan naar filter, vervagen, Gaussiaans vervagen. Dan moet je 6,0 hebben, de straal van pixels. Oké, en dan, wat niet op papier staat, moet je niet vergeten, moet je delete doen, of backspace, delete of backspace. Dus de selectie springt dan uit en krijg je een witte selectie. Dat staat niet op papier. Goed, dan gaan we terug naar ons klein pijltje rechts in het kanalenpanel. We klikken opnieuw en we gaan kanaal dupliceren. Goed. We dupliceren het kanaal. Kies bij doel, document, nieuw. Goed, we gaan omkeren. En dan gaan we op OK drukken. En dan krijg je een nieuw kanaal, zie je, en een nieuw pagina opent zich. Dus nu krijg je een negatieve kopie van. Dan gaan we naar, we gaan er een bitmap modus van maken, dus we gaan naar afbeelding, modus, bitmap. Zorg, als hier iets anders staat, diffuse of eender iets, zorg dat die op raster staat. Die moet je op raster zetten. Staat ook niet op. Een uitvoering van 72 pixels per inch, hè. DPI staat hier wel, maar pixels per inch, niet pixels per centimeter, maar anders dus we moeten dezelfde resolutie hebben als en als voor het blad, hè. Dus we gaan op oké knikken en dan moeten we de frequentie op 80 zetten. Lijnen per inch, een hoek van 180 graden en de vorm moet op lijn staan. En dan klikken we op oké. Ja, ze zeggen je zou het dan niet zien.
Maar we moeten hem op 200% zetten. Dan gaan we naar afbeelding. Goed, verhouding. Oh nee, afbeelding modus. Dan gaan we die in grijswaarde zetten. De verhouding staat op 1, dat wil zeggen dat die even groot blijft als de standaard. Dan gaan we op OK klikken. Goed. Dus nu gaan we alles selecteren. Dus we gaan naar selecteren. Alles. Zie je, alles is geselecteerd. Bewerken. Kopiëren. Goed. Goed, dus we hebben alles gekopieerd. We gaan nu terug naar ons vorige. En we gaan RGB terug inschakelen. We zetten de Alpha 1 kanaal even uit. Zie je. We gaan naar lagen. En dan naar opvullingland kijken. Hier. En dan gaan we een nieuwe laag maken. Goed, oh, sorry. Nieuwe groep. Ctrl Z. Een nieuwe laag. Die staat juist iets buiten beeld. Ik maak een nieuwe laag. Ik ga deselecteren. Ctrl D. En dan ga ik bewerken. Plakken. Voilà. En deze laag. Die gaan we onder opvullingland zetten. Dus opvullingland daaronder. En we gaan deze laag noemen. Kustlijn. Kustlijn. Voilà. Dus nu gaan we het uitvloeien van daaronder. We gaan de toverstaf nemen. Kijk tot aangrenzend niet aanstaat. Ik heb een tolerantie van 50, dat is oké. Aangrenzend mag niet aanstaan, anders pakt hij niet alles zwart. En we gaan op selecteren staan. Gelijkend moeten we hebben, ja. Daar klikken we op. Dus dan moet iets gebeuren. Normaal gezien. Dan selecteren. Selectie omkeren. En dan backspace of delete. Voilà. Ik doe altijd backspace. Dus we gaan dan Ctrl D. We deselecteren. En dan gaan we op opvullingland op het miniatuurtje staan hier. Op klein miniatuurtje. Ctrl en klikken op klein miniatuurtje. Ja. Dus we hebben op klein miniatuurtje. Je ziet de selectie. En we doen op delete of backspace. Dan heb je overal zwarte randen. Dan maak een kopie van laag opvullingland. Dus we gaan naar opvullingland. Gaan we opstaan. Eén keer klikken. Ik ga eerst deselecteren. Sorry. Ctrl D. Opvullingland pakken. Linkse knop inhouden. En dan naar nieuw. En dan opvullingland. Kopie zegt hij. Door een nieuwe lage palet. Door hem op de knop nieuwe lagen onder een palet te slepen. Noem deze laag landranden. Land. Randen. Dus we gaan die wat landranden, we gaan die wat lager slepen. Zo ongeveer. Voilà. Landranden. Dus we gaan op het miniatuurtje staan en Ctrl klikken. Dan die selectie, selecteren, bewerken en dan gaan we slinken. Even kijken met hoeveel, 10 pixels, dat klopt, oké, we zijn nu geslonken. En dan gaan we terug opnieuw selecteren, bewerken, doezelaar, 5 pixels, is ook goed, oké. We duwen op delete, hup, goed zo, noemen deze naag landranden, dat hebben we al genoemd. En de overvloeimodus. Op vermenigvuldigen, daar staat hij op. En een dekking van 90%, die staat nu op 70, tot we die gekopieerd hebben. Hè. Dan gaan we die op 90 zetten. Zie je, heb je wat donkere randjes, zie je. Goed. Blauwe zeen, 94, ik zit al op 14, 35. Dus ik ga hier bij eindigen en dan ga ik zelfs verder met deel 2.